Lenny Tieber, er is een schrijfactie van Amnesty. Waar gaat het om? Het gaat omdat het 10 december is. Dat is de dag van de rechten van de mens. En Amnesty voert dan altijd een actie. En dit jaar schrijven we brieven voor verschillende mensen. Mensen die in het verleden wel eens iets voor Amnesty hebben gedaan. Ook mensen die het in de krant hebben gelezen. Mensen die hier binnenlopen en aansluiten. Dus eigenlijk iedereen is welkom. En weet je nou ook of zoiets helpt? Ja, we krijgen regelmatig goed nieuwsberichten. We krijgen via Amnesty in het hoofdkantoor te horen. Want soms worden mensen vrijgelaten of beter behandeld. Soms wordt een wet aangepast. Het is helaas niet altijd, maar de keren dat het helpt is toch weer meegenomen. Ik kan dit meisje laten zien. Dat is een meisje met albinisme. En in Afrika, in Malawi waar zij woont, daar denken mensen dat ze dan rijk worden met delen van haar lichaam om dat te verkopen. Die denken dat dat een gezondheidseffect heeft of wat ook. Dus voor haar ontzettend gevaarlijk en ze wordt op allerlei vlakken gediscrimineerd. En dat geldt dus voor meer mensen met albinisme.